Hallo, ik ben Saakje en ik ga een pannenkoektoetje maken. Hiervoor heb je nodig 1 pak Koopmans pannenkoeken origineel, 800 ml melk, 2 eieren, voor de vulling 450 gram vanillekwark, 75 gram rozijnen, 1,5 appel en voor de room 150 ml slagroom, 2 eieren, 3 zakjes vanillesuiker, wat kaneel en rasp van 1 citroen. De pannenkoeken heb ik alvast gebakken. Voor dit pannenkoektoetje heb je ongeveer 10 nodig en je kunt gewoon de aanwijzingen op het pak volgen. De oven heb ik vast aangezet om voor te vormen en dan kun je de vulling gaan maken. Ik doe de vanillekwark in een kom. En daar meng je de appeltjes, die heb ik in kleine blokjes gesneden. 1,5 appel en rozijnen doorheen. En dan kun je beginnen met vullen. Je pakt een pannenkoek, doe je een flinke schep van die room op. Verdeel je een beetje. Die rol je op. Ik snij dan de randjes eraf. Ik snij hem ongeveer in 5 stukken. En die zet je dan rechtop in de ingevette ovenschaal. En ga dan net zo lang door totdat de ovenschaal gevuld is. Als laatste maak je nog de room. Doe de 2 eieren, die klep je los. Er mag de slagroom bij. Ik heb wat vanillesuiker. En wat kaneel, dat is natuurlijk heel lekker met appel. En een beetje citroenrasp. En dit kluts je dan goed door elkaar. Giet dan de kaneelroom over de pannenkoekrolletjes, zodat overal een klein laagje van de room is. En dan mag het pannenkoektoetje de oven in. Na 25 à 30 minuten is het pannenkoektoetje klaar. En eet hem vooral warm op, want dan is echt het allerlekkerst. Kijk voor meer tips en lekkere variaties op koopmans.com. Veel plezier met bakken!